Weet jij hoeveel een zandkorrel weegt? Een zandkorrel weegt 50 microgram. Stel je voor dat je dit wil opschrijven in een SI-eenheid, bijvoorbeeld kilogram. Hoe schrijf je dat dan op? Dat is 0,000005 kilogram. Nou, dat is niet echt overzichtelijk, toch? Daarom werken we met de wetenschappelijke notatie. De wetenschappelijke notatie is bedoeld om grote of kleine getallen overzichtelijk weer te kunnen geven. En de wetenschappelijke notatie heeft altijd een bepaalde vorm. Je hebt namelijk een getal tussen 1 en 9, waar dat mee begint. Daarna heb je een vermenigvuldigingsteken. En dan heb je een 10 tot de macht, een bepaalde exponent. En die exponent die zegt of het getal de komma naar links of naar rechts moet. Positief betekent dat de komma naar rechts gaat. Negatief betekent dat de komma naar links gaat. Dus stel je voor, als je deze indeling hebt. Eerst een getal, dan een vermenigvuldigingsteken en dan 10 tot de macht. Stel je voor dat we dit getal in de wetenschappelijke notatie willen opschrijven. Wat gaan we dan doen? We gaan eerst stellen hoeveel dat komma moet verplaatsen totdat we een getal hebben tussen de 1 en 9. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus dan krijgen we 5 keer 10 tot de min 8ste kilogram. Nog steeds zien we dat het een heel klein getal is, maar het is in ieder geval al veel beter uit te spreken. Even goed om over na te denken. Zou het uitmaken als ik 5,0 of 5,00 keer 10 tot de min 8ste zou opschrijven? Die vraag wordt in een andere kennisclip beantwoord. Dus op deze manier werken we met de wetenschappelijke notatie om te zorgen dat getallen overzichtelijk weergegeven zijn. Waar we ook mee werken zijn voorvoegsels. Om een getal makkelijk uit te kunnen spreken. Als ik bijvoorbeeld zeg 5 keer 10 tot de min 9e meter, dat loopt niet lekker, toch? Dus wat zeggen we dan? Nano. Binnen de chemie gebruiken we bepaalde voorvoegsels zoals micro, nano, milli, centi. En al die voorvoegsels betekenen iets in deze macht. Dus als je micro zou hebben, dan is dat 10 tot de min 6e. Dus als je microgram hebt, microgram, dan betekent dat 10 tot de min 6e gram. Dus als we het op deze daarmee willen laten corresponderen, betekent het dus dat je zegt 50 keer 10 tot de min 6e gram. En dan zeg je dus 50 microgram. En de uitdaging hierbij is om te zorgen dat als je voorvoegsel hoort, dat je gelijk een idee hebt in welke orde van grootte zich dit bevindt. Dus als ik zeg 50 microgram, moet je gelijk denken, oh, dat moet echt wel heel klein zijn. En omdat dit zo vaak gebruikt wordt, moet je vaak van die getallen kunnen vertalen naar de wetenschappelijke notatie. En een aantal dingen zijn belangrijk. Een tiende is 10 tot de min 1e, micro is 10 tot de min 6e, milli 10 tot de min 3e. Al dat soort factoren moet je daadwerkelijk wel in je hoofd hebben kunnen zitten. En ik snap in het begin dat je dat een beetje moeilijk vindt, maar als je er vaker mee gaat werken, gaat het uiteindelijk vanzelf. En dan weet je, als ik zeg 100 milligram, ik heb het expres klein geschreven, 100 milligram, en ik zeg, nou, hoeveel gram is dat? Dan weet jij gelijk, oh, dat is 0,1 gram. Want 100 milligram, 100 keer 10 tot de min 3e gram, krijg je uiteindelijk 0,1 gram. En dat spelen met eenheden en wetenschappelijke notatie, dat ga je leren door er vaak mee te werken. Maar in deze kennisclip hebben we in ieder geval besproken wat de wetenschappelijke notatie is. Dat is namelijk altijd op deze manier dat je getal opschrijft. Dat wordt bedoeld om grote of kleine getallen overzichtelijk weer te kunnen geven. We hebben gebruikt dat er verschillende voorvoegsels worden gebruikt en dat je die moet kunnen vertalen naar een orde van grootte. En, wat hebben we nog meer geleerd? Hoeveel een zandkorrel weegt.